De grootste tattoo-clichés. Een veertje waar vogeltjes uit wegvliegen, zo heen. Of een infinity-tekentje. Infinity-symbol. Ja, infinity-tekens, veertjes. De infinity-tekentjes, de veertjes. De infinity, dat soort tatootjes. Waar vogels uitkomen en er staat nog een woordje in de infinity-sign. En het wordt een paardenbloem, ik weet niet, er gebeurt heel veel. Maar dat is een tatoeage die we echt heel veel hebben gezet de laatste tijd. Die zal altijd terugkomen, ongeacht de tijd of plaats. Die zal altijd terugkomen. Dat zijn zo de dingen dat ik eigenlijk niet meer plaats, omdat ik te veel gezet heb. En vooral jonge mensen kiezen daarvoor. En je ziet toch wel vaak, naarmate ze wat ouder worden, of het moet gekofferd worden. Of, ja, ze zijn er dan toch niet meer tevreden mee. Eigenlijk is elke tattoo een cliché. Alles is al 100 keer gedaan en probeer daar maar eens een keer wat unieks op te verzinnen. Ik denk dat dat juist ook de uitdaging is. Elke keer van hetgeen wat al 100 keer gedaan is, toch weer iets unieks proberen te maken. Toch weer een klant tevreden te stellen met een custom stukje. Weet je, vertrouw een beetje op je artiest. En die help je aan een veel mooier plaatje dan wat de klant zelf denkt. Daardoor denk ik ook niet dat je echt clichés hebt. Wordt alleen maar lastig als je echt dingen gaat kopiëren van elkaar. En dat is sowieso iets waar ik niet achter sta.